De politie heeft woensdag aan het eind van de middag een 20-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige Suzanne Martens. Sexy heeft namelijk uitgewezen dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. De verdachte, een buurtgenoot, is ingesloten voor nader onderzoek. We zijn sinds zaterdag bezig met een uitgebreid onderzoek. Zo'n onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Onder andere het buurtonderzoek, het sporenonderzoek. En al die vormen van onderzoek hebben informatie opgeleverd die wezen in de richting van deze persoon. En dat heeft geleid tot zijn aanhouding. Ik heb het net gehoord, nog geen uur geleden. Dus ik heb wel meteen gebeld van, goh ja, is het iemand die hier dan echt in de flat woont? Dat was wel mijn eerste vermoeden. Nou, en blijkt ook inderdaad dat ze nu een pand aan het onderzoeken zijn in de flat, naast haar nota bene. Verdachte en slachtoffer kenden elkaar. Maar wat precies die relatie tussen hun is, dat kan ik ook nog niet zeggen. Want dat heeft te maken met de anonimiteit van de verdachte. Die moeten we natuurlijk ook kunnen waarborgen. De verdachte is al wel een bekende van de politie. Hij heeft meerdere keren te maken gehad met lichte misdrijven. Anne zegt dat zijn aanhouding wat rust geeft in en om de flat waar Suzanne woonde. Zij kende haar goed. Ze zat altijd daarachter voor het flatje, zat ze altijd een boekje te lezen. En was ze een beetje rustig en als je dan langsliep, dan was het wel, hey Jackie, hoi, hoe is het met je? Nou, en dan de ene keer als je tijd hebt, zeg maar, dan sprak je met haar. En andere momenten had je misschien minder tijd en dan zwaaide je gewoon even. Ze was er altijd wel en ze was voor mij altijd wel een herkenbaar punt in de flat. Vrijdagmiddag wordt besloten of de verdachte langer in hechtenis moet blijven.